We snappen eigenlijk helemaal niet wat moe is. We snappen ook nog niet zo heel erg goed wat goede kwaliteit slapen is. Wat we wel weten is dat het niet zo is voor slapen dat hoe meer, hoe beter. Dat, dat geldt echt niet. Het kan zelfs voor sommige mensen heel uh, verlichtend zijn om minder te slapen. Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van ons brein. En zo beginnen we een beetje te begrijpen dat slecht slapen je ook kan voorbestemmen tot het ontwikkelen van niet kunnen kwijtraken van hele emoties, of dat nou een angst is of een depressie. Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag praat ik met Eus van Zomeren. Eus is hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie... bij het Nederlands Herseninstituut. Waar lig je zelf wakker van? Um, nou, soms van... Uh... De dingen die nodig zijn om onderzoek te kunnen doen. De dingen die ik, ja. nodig zijn om dus, onderzoek te uh, kunnen. Ik, ik uh, mijn, ja, mijn onderwerp is meestal mensen. En als je onderzoek doet aan mensen, daar is er steeds meer voor nodig. Dus uh, medische ethische toetsingscommissie, formulieren die alsmaar groeien in omvang. Samenwerkingscontracten, uh, databeveiligingscontracten. Uh, data management, plannen voortgangsverslagen. dus Corvée. Uh, ja, het voelt wel echt als een heel fout corvée. Want dan... dan, dan, word ik, ja, dan begin ik de dag wel eens met... Uh, ah, ik heb deze, deze data... daar wil ik even naar kijken. Dat vind ik spannend. Dat is waarom ik onderzoek ben gaan doen. Mm -hmm. En dan is het elf uur s'avonds... dan denk ik van oké, okay, ik ben er niet aan toegekomen. Ik ben 1 millimeter verder met de, <laughs> met de contracten. En <laughs> maar zo. hoe houdt het je uit je slaap? Is dat omdat je te laat op bed gaat? Of omdat je piekerend uh, on, onder de... Uh, Onder de dekens ligt. Nou, het is, het, is wel, het, het is niet het leukste aspect van uh, onderzoek doen. En ja, ik denk dat. dan ben je niet klaar aan het eind van de dag. Dan heb je, dan heb je een hele lange dag gezeten daaraan. en dan weet je dat het nog niet klaar is. En dat, maar, dat houdt me dan wel uit mijn slaap. Ah, ik denk okay. van, Oh ja, morgen moet dit ook nog af. Dus, ja. Ben je een goede slaper? Ik ben uh, van kinds af aan een lichte slaper. En uh, ik heb ook wel periodes van slaaploosheid gehad. Dat is, ja, en dat is, uh, ja, dat, is, dat is helemaal niet prettig. Uh, aan de andere kant denk ik, omdat het mijn onderwerp is geworden, dat het ook niet zo slecht is dat ik weet waar het over gaat. Als uh, onze ja, de onderzoeksdeelnemers het erover hebben, hoe ze daaraan lijden, dan hoeven ze me weinig uit te leggen. En, en, ik weet waar ze het over hebben. En wat deed ja. dat met jou, die slapeloosheid? Was dat een periode van weken, maanden, jaren? Ja, het ontwricht je. Het... Uh, het is iets wat, uh, en dat komt ook wel uit de statistieken hoor, het maakt je echt kwetsbaar om, om ja, ook slechte dagen te gaan hebben. Ik sprak eerder met Dick Swaap, collega van jou, ja. en die zegt, aan het einde van de dag neem ik een glaasje whisky. Ja. Machine even stilzetten ja. en dan slapen. Ja. Goede strategie? Nou, alcohol moet je eigenlijk helemaal niet nemen als je goed wil uh, wilt slapen. Voor goede slapers is dat eigenlijk, ja, dat maakt niet zoveel uit als ze er niks van merken. Voor slechte slapers is het niet goed om te doen, want je slaap wordt er nog iets onrustiger van. Dat je valt wel makkelijk in slaap, maar je slaapt minder diep. Ja, het, het punt is dat uh, je in de loop van de nacht dan eigenlijk meer wakker wordt en alsmaar wakker wordt. Dus ga je heel gefragmenteerd slapen en dat is nou eigenlijk weer niet echt prettig, en goed voor je. Wat is het nou eigenlijk slapen? Ja, dat is, uh, <laughs> is de billion dollar question. Ja, is dat echt zo'n rare ja, lastige vraag? En, kijk, uh, het is eigenlijk is het, is het tenen krommend? Dat, ja, we weten natuurlijk waarom je moet eten en drinken en uh, dat mensen zich voortplanten en dieren en eigenlijk alles snappen we alles wat we doen en wat we willen doen dat heeft een functie. En als je dan het vraagt van ja, waarom slapen we eigenlijk? Dan uh, 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 ja echt heel nog steeds? Uh, we weten het nog steeds niet. Uh, ik heb er zelf ook al over nagedacht hoor. En ook wel over waarom kunnen we dat antwoord nou niet vinden. Want er zijn wel antwoorden, antwoorden gegeven hoor. En die veranderden dan ook met de tijd. Van net wat populair is. Uh, het is een tijdje geweest om je brein af te koelen. En het is een tijdje geweest voor, nou ja, om je brein uit te zetten. En het blijkt allemaal niet te kloppen. En nu, wat nu erg populair is, is um, om te zorgen dat je je brein niet overbelast raakt. En uh, om te zorgen dat je de ervaringen van de dag beter kan ordenen en... Ah, maar eens, en wacht even, wacht, even. Het, het kan toch niet waar zijn dat jij gewoon soms dagen tot 11 uur maakt, dat je al die, die rapporten zit te schrijven, dat je al die dingen, net wat je net allemaal noemt, en dat je eigenlijk <laughs> niet eens weet... Wat. Nee, het is echt zonde. Hè? Ik zou meer <lacht> moeten <lacht> nadenken over de functie van slaap. <laughs> maar ik heb erover nagedacht en ik denk dat uh, de vraag is misschien wel verkeerd. Als je, als, ja. je, als je zou vragen wat is de functie van wakker zijn? Dan... Zullen de meeste mensen zeggen: nou, de functie. Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Kijk, als je wakker bent, dan kan je dus eten, drinken, voortplanten, mm -hmm. alles wat nodig is voor ja, overleven in mm -hmm. de evolutie. En als je het zo overdenkt, dan zou je ook kunnen denken: nou, misschien doe je in slaap ook wel van allerlei dingen. Misschien faciliteert slaap ook wel. Is het gewoon een tijdsvenster waarin je een aantal dingen kan doen, net zoals je tijdens wakker zijn een aantal dingen kan doen. En dat perspectief, uh, nou, dat omarm ik eigenlijk wel. Dat ik denk van, nou, je moet helemaal niet op zoek gaan naar de functie van slaap. Het is waarschijnlijk zo dat sommige dingen niet gemakkelijk samengaan in de tijd. Met wel zijn. Dus je hebt ja, toch eigenlijk en... nog een heel leven naast waar je eigenlijk niet bewust bij bent. Ja, ik denk dat je op alle niveaus van molecuul tot uh, gedachte... Uh, dat de dingen zijn die gewoon niet goed samen. Als je bijvoorbeeld eiwitten aanmaakt. Mm -hmm. Uh, dat moet gebeuren in het brein, maar je moet ook eiwitten afbreken. En als je die processen tegelijkertijd aanzet, ja, dan gebeurt er niks, dat is niet echt efficiënt. Dus als je nou <laughs> overdag ze aanmaakt, bijvoorbeeld ja, ja. en ja. gebruikt, en dan uh, s'nachts afbreekt wat er niet aan nou, nodig is, oké, okay. ja, oké, okay. dus, 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 dus er gebeurt van alles aan. Nou. Dus er gebeurt eigenlijk, het heeft een heleboel functies. Dat ja. slapen, ja, okay. dat is dat is mijn idee. Ja. Nou, oké, okay. ja. dus dat is misschien. Uh, uh, je noemde het eiwitten, dus het gebeurt fysiologisch misschien van alles. Je bent dat ja. echt aan het opruimen. Ja. Ja. En Absolute. dat wordt afgevoerd, of wat gebeurt daar? Nou, waar ik, kijk, je kunt er op allerlei manieren onderzoek naar doen. Dat wordt er ook gedaan. Dus, uh, er is iemand bezig met het afvoeren van afvalstoffen. Dat gebeurt inderdaad in het brein. Er is een andere onderzoekers zijn bezig met. Uh, je maakt heel veel nieuwe synapsen aan overdag, dus verbindingen tussen zenuwcellen. Worden er dat niet te veel? Moet het niet uitgedund worden? Nou, dat blijkt ook te kloppen. Um, je doet heel veel ervaringen op overdag. Uh, ja, als je dat allemaal zou onthouden, dan wordt het ook lastig zoeken in je herinneringen. Dus s'nachts wordt dat gecategoriseerd in je slaap de, de, of Ja, er worden ook echt dingen gewist. En uh, worden on ondertussen worden er ook dingen uh, geconsolideerd. Dus zorgen dat je dat beter bij kan. Dat je dat beter kan onthouden. Maar hoe bepaalt je brein dan wat hij moet bewaren en wat hij moet weggooien? Ja, dat is echt. Zo ongelooflijk, ik, 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 ik denk dat dat nog wel even duurt voordat we da dat echt weten. Maar... Ik moet een beetje denken aan Theo Maasie Die zegt van, waarom onthoud ik Oe Adomo Vla en René ja. en Willy van de Kerkhof? Hoe, waarom? Ja, ja. <laughs> maar dat is het een beetje, maar, maar dit, dit is wel ook een beetje waar we de laatste jaren uh, onderzoek naar hebben gedaan. Ook om te begrijpen, wat is slapeloosheid? En hoe komt het nu dat je... Ja, ik noemde het net al even. Als je slecht slaapt, dan heb je, is je risico op echt slechte dagen. neemt ook toe. En dat gaat ook nog een stapje verder. Uh, slecht slapen is de belangrijkste risicofactor... voor het ontwikkelen van psychische stoornissen. Zoals depressie, angststoornis, posttraumatische stressstoornis. Zelfs suicidaliteit. Dat is toch iets waar... Ja, wat Gelukkig steeds meer in de aandacht komt, ervan. daar moeten we iets mee. Mm -hmm. Als je dan wil weten van ja, wat zijn nu de belangrijkste voorspellers daarvoor... dan kom je weer op slapeloosheid. Oké, okay. dat slapen en, en de, de link met depressie en somberheid, daar wil ik het zo nog even over hebben. Is, ja? is het even nog even over algemeen over dat slapen? Ja. Slapen alle levende wezens? Uh, voor zover we weten, nou levende wezens, kijk, het, ja, laat het je dat met... beginnen bij dieren of planten ook. Weet je? Dus ik, ik denk dat zo ga je het laten beginnen bij dieren, dat er ja of het is al aangetoond, of het gaat binnenkort aangetoond worden. Maar, Iedereen slaapt hoor. Ja, en, en slapen, hoe kan je dat nou definiëren? Want kijk, bij, bij mensen plak je een elektrode op en dan zie je die hersengolven veranderen en dan zeg je: dit is slaap. Maar hoe doe je dat bij een kwal bijvoorbeeld? He, dus ja, daar, daar heb je niks aan. aan op te als je plakken. er maar lang genoeg naar kijkt, zou je ontdekken dat ook kwal slaapt. Ja, er, er zijn een aantal criteria. Dus, uh, het is iets wat zo'n zo dier dan in fases doet. Mm -hmm. Dus een tijdje in de ene fase en een tijdje in de andere fase. Dus zeg maar wakker en slapen. En als je dat dan niet mag doen. Als je zorgt dat het dier dat niet mag doen. dan wordt de neiging om dat te gaan, toch te gaan doen. die wordt steeds groter. Dus zeg maar slaapdruk. Op een gegeven moment wint hij het. En dat zie je bij dieren ook. Dus, dat vallen ze gewoon om. Ja, stel, stel dat je een kwal hebt waarvan je denkt van ja, daar kan je toch niet slaap meten. Dan, en die, die kwal, die zorgt ervoor dat hij nooit even rustig kan hangen en moet blijven bewegen. Dan wil hij steeds, <laughs> steeds liever. Zijn er ook beesten die maken. een rare slaapgewoontes hebben? Die staan slapen of die... Ja, ik de de denk dat, 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 dat alle beesten raar te Wij ook nee, eigenlijk. We, 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 om te beginnen bij mensen, maar ja. Gewoon liggen er, ergens. Ja, ja. dus... Uh, <laughs> nee hoor, het is uh, je hebt hele specifieke gedragingen die bij slaap horen. En het heeft vaak wel te maken met zorgen dat je, dat je veilig bent. oh ah, ja, en dus, dat is natuurlijk heel kwetsbaar als je slaapt. Ja, ja. Ah. Hoeveel hebben we nodig als mens? Uh, ja, er zijn van die hand leidingen voor dat je als je ouder wordt steeds wat minder slaap nodig hebt. Ik denk dat uh, bij kinderen moet je echt wel denken in de orde van grootte van 9 tot 10 uur. En dat neemt een af. En dan bij volwassenen, jongvolwassenen kan je dan denken aan, aan 8 uur. En dat neemt nog weer een beetje af. 8 uur is voor mensen boven de 50 of 60... Voor niet veel mensen is dat weggelegd om dat te kunnen. En als je dan probeert... Dat ze geen tijd denken te hebben. Nee, ze, ze, als je ze alle tijd van de wereld geeft, zelfs, zelfs in een slaaplab... Dat is ook echt gedaan, hè? van mensen in een slaaplab leggen en zeggen van nou, je mag nu de komende week zo lang slapen als je wil. Dan zie je dat dat bij jonge mensen, jonge volwassenen, is dat dat misschien, die kunnen misschien 8,5 uur slapen. En bij oude mensen nee, die redden, dus je dat gewoon, het gewoon. Dat is gewoon ja, na 7,5 uur is het op, moet je gewoon je bed uit en dingen doen. Ah, ja. kan je ook je slaap inhalen? Nou, nee, niet echt. Als je dat zou optellen van wat je kan missen, hè, stel dat je uh, vier nachten achter elkaar vier uur mist, mm -hmm. dan ga je daarna niet 16 uur langer slapen. Dat kan gewoon niet. Je gaat wel iets intenser slapen, mm -hmm. iets dieper slapen. Maar je kan niet de gemiste uurtjes optellen. Maar dat kan je dan ook corrigeren door daarna normale nachten te maken. En dan trek je wel weer bij. Nou, het Zoals. is. Uh, we, we dachten altijd: van dat, dan heb je tekort geslapen. En dan haal je in één of twee nachten haal je dat in. Maar dat blijkt toch ook niet helemaal te kloppen. Ook bijvoorbeeld als je slechter ga, gaat presteren. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld op aandachtstaken. Dus als je ergens je aandacht bij moet houden, bij iets saais met name. Nou, als je tekort slaapt, dan heeft dat sterk te lijden. Denken we vaak van oké, okay, dan één of twee nachten inhalen en dan is het weer goed, maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. Dat, kan, dat soort dingen kan je dagen later, een week later kan je dat nog meten? Hm. En dat is in je in de fysiologie komt het, wordt het eigenlijk ook steeds duidelijker. Dus dingen die van slag raken in je lijf. Die nemen ook meer dan één of twee nachten om van te herstellen. Dus je kan dat niet actief uh, door extra uits te pakken. Je moet eigenlijk je, je ritme terugpakken en dan, dan, komt, ja. dan gaat die pendule vanzelf weer. Ja, je moet het, eigenlijk moet je, is de boodschap, je moet het even uitzitten En uh, ja, de consequenties van te weinig slapen, die gaan langer door dan je zou denken. Hm. Ik ben veertig. Uh, soms voel ik me topfit. Een periode is ja. dat ik misschien te weinig slaap. Ik heb misschien ja. veel werk. Um, en soms slaap ik voor mijn gevoel eigenlijk heel goed. Ja. Pak ik me acht uurtjes, goede periodes achter elkaar. Ga ik ook niet doorzakken op de vrijdagavond. Nee. En dan ben ik eigenlijk moe. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, dat is echt zo'n wonderlijk ding waar we helemaal niets van begrijpen. Gelukkig dat, dat je... Ja, <laughs> ja, dan zit je bij een slaapprofessor en die heeft alweer niets te melden, zou je. Denken. Nou maar, nee, maar ik snap dat het natuurlijk lastig is. Ja. maar ik, ik, Of de verbazing maar van. Ik, hè, ik krijg mijn vinger er niet achter. Zelf, ja. Bij mezelf niet. Ja, maar er zijn... En, en, ja, je noemt moe. Um, moe is iets... Moe snappen we. we snappen eigenlijk helemaal niet wat moe is. We snappen ook nog niet zo heel erg goed wat goede kwaliteit slapen is. Wat we wel weten is dat het niet zo is voor slaap dat hoe meer, hoe beter. Dat, dat geldt echt niet. Het kan zelfs voor sommige mensen heel uh, verlichtend zijn om minder te slapen. Dat ze zich dan wat beter gaan voelen. Dat is een onderwerp waar we nu veel aan werken. Daar wil ik zo nog wel even over hebben. Ook in relatie tot die stemming enzovoorts. Mm -hmm. uh, moe is dus iets wat uh, misschien wel helemaal niet zo erg met slaap te maken heeft. Sla, slaperig. En dat, is, dat, is, dat denken veel mensen, moe is hetzelfde als slaperig, maar dat is niet zo. Maar nou, ik heb het over die soort moeheid, als ik dan ja. uh, een drukke dag heb, en ik zit in de auto rond een uurtje vier, ja. en ik realiseer me, ah, je, 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 kan, wel sla, je kan wel in slaap vallen, terwijl ik ja. met iets geconcentreerd bezig ben. En ja. Dat is de moeheid waar ik het over heb. dat ja. voel ik me okay, moe. Dat, dat, is, dat is slaperig. Als je, als slaperig, als, ja. als, als je ja, snel okay. in slaap zou kunnen vallen... Dan, uh, dan heet dat slaperig. Maar je hebt ook heel veel <laughs> mensen die moe zijn. Bek en bek veel. Oh, nou, ja. Dus onze slapelozen bijvoorbeeld. Ja, die, zijn, die voelen zich zo moe van al die slechte nachten. En als je zegt van oké. Okay, Ga liggen, liggen dan. Ga liggen dan. Er gebeurt niks. Dan oh, zijn ze dus Gefrustreerd raak je dan. Ja. Daar wil ik het zo hebben, over hebben. Eerst de, onze rubriek met de stellingen. Ja. Ik heb drie stellingen voor je. En daarna gaan we over ja. de, de link tussen depressie, somheid en slaap praten. Ja. Sommige mensen kunnen voorspellende dromen hebben. Ja. Waar of niet waar? Niet waar. Niet waar? Niet waar, nee. Onderzoek doen naar slapen en spelen in een rockband... ...gaat niet goed samen als je goed wil slapen. Dat is waar. Dat is waar. <laughs> Het is niet te combineren. <laughs> mensen die op hun buik slapen, hebben vaak een speelse persoonlijkheid. Waar of niet waar? Niet waar. Niet waar? Nee. Dat kwam ik namelijk tegen, die laatste. Ja. Dat, uh, de, de, dat zijn van die leuke plaatjes. Hè? De buikslapers, die zijn speels, de rugslapers. Die hebben ook bepaalde persoonlijkheden. Ja. De meeste mensen slapen kennelijk op hun zij. De foto's ja. Is dat zo? Ik weet niet of dat de meerderheid is. Maar het is wel uh, een aan te raden positie. Zegt nee. het iets over je persoonlijkheid? Nee. Helemaal niks? Het nee. is gewoon gelul van de damesbladen. Ja. <laughs> je moet er wel heel hard om lachen. Nou, weet je wat het punt is? Uh, Ik zie je hartstikke al het geinzen. Ze is hierin getrapt. Nee, maar je ziet er is. Zo, er, kijk, slaap is heel populair. Hè? Mm -hmm. En ja, mensen beginnen dan ook dingen daarover te bedenken. En, en bij, in onderzoekjes heb je vaak toevalsbevindingen en die worden één keer gevonden en nooit meer gerepliceerd, maar die, die blijven rondzingen omdat het zo spannend en grappig is. Ja. Jij speelt altijd gitaar in, uh, in de scene. Ja. Je was ook met je wetenschappelijke carrière bezig. Ja. Nog kortere nachten in die periode. Jazeker, het was wel afzien. Ja. Ja. <laughs> ook hier begin je te, te gelunden. Ja, maar, maar dit bedoel ik een beetje. Met, uh, je kan dus misschien op een, in een flow zitten. Dat je allemaal leuke dingen doet in je leven. Ja. En dan heb je misschien minder slaap nodig. Kan ja. dat? Ja, ik denk dat dat kan. En uh, dat je er doorheen komt. Ik denk wel ook dat, 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 het, dat je wel een soort kwetsbaarheid hebt dan. Dat je uh, fysiek gezonder zou zijn. Als je, als, je dat niet, als je niet zo zou beknibbelen op je slaap. Ja. Als je een tikkie tegen de ja. gas krijgt, dan ga ik hem wel, hij komt wel binnen op een gegeven moment. Ja, dat precies. Maar daarbij is het ook zo dat de een kan er beter tegen dan de ander. En ik denk ook dat het veel uitmaakt van wat je moet doen de hele dag. Kijk, in die tijd was ik bezig met mijn twee grote hobby's. <laughs> dus eigenlijk als kind was dat al zo. Ik wilde ja muziek vond ik geweldig. Theaterachtige dingen noem noemen op. En, en, en ja, op zondag kon ik niet blijer zijn dan als er de kijker was binnengekomen zo'n blaadje. En ik hoefde de hele dag met mijn pyjama niet uit te komen. Ik kon voor de kachel de kijk liggen. Oh wow. lezen En daarover nadenken. Dus expressie en creativiteit aan de ene ja. pol en aan de andere kant de wetenschap. Ja, dus dat zit er al vroeg in. En dan moet je je voorstellen dat het zo groeit dat je... Ja, dat ik eigenlijk zo fortuinlijk was dat ik... Ik kon gaan studeren en ik kon ook... Ik kreeg ook nog een promotieplek en ik heb altijd muziek gemaakt. En ja ook eigenlijk altijd in bands gespeeld en dan kom ik in een band tegen en dan gaat het ineens boom als een raket en dan kun je heel vaak optreden op de mooiste podia en met een fijn team mensen eromheen en dus ja eigenlijk twee van de kinderdromen die komen uit en als je daar dus je hele lange dag mee vult ja dan is het misschien niet zo erg om wat te knippelen op je slapen je zei het net al hè twee derde van alle mensen hebben een psychische stoornis heeft ook last van slapeloosheid? Is het, heb ik nu de statistieken goed? Nee, het is... Nee, ik, ik weet niet wat de, precies de statistieken zijn, maar een derde van de mensen slaapt regelmatig slecht. Ah, en een tiende van de mensen is dat zo chronisch en zo slecht dat je kunt zeggen je hebt een slapeloosheidstoornis of insomniestoornis. En voor psychische stoornissen, ik weet niet tot hoeveel dat optelt, maar het is... Zeker als je over het leven heen kijkt, dan zijn er toch heel veel mensen die, die gaan een periode gehad hebben of krijgen van depressie of angstigheid of posttraumatische stress of ja, burn-out kun je het ook sommige dingen noemen. Toen ik je over die dingen las, toen dacht ja. ik ineens van wat was er nou eigenlijk eerder? Ja. De psychische stoornis of het slaapprobleem? Ja, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag, want in nog steeds in heel veel handboeken zie je dat mensen met een depressie als, als symptoom van de depressie slecht gaan slapen. Mm -hmm. Maar als je dat nou over de tijd gaat volgen, dan zie je eigenlijk in alle onderzoeken waarbij en eh, eh, allebei Goed meet over de tijd. heen. dan vind je dat slaap voorafgaand, slecht slapen voorafgaand aan een depressie. komt er heel erg veel voor. Maar dat zou misschien suggereren dat we een andere therapieën moeten gaan bedenken voor ja. mensen met depressie. Ja. Je gaat geen pillen slikken of je gaat niet, maar je gaat met een slaapcoach misschien werken. Nou, dat, dat, dat onderzoek dat is, is begonnen ook hoor. En oh. De eerste onderzoeken zijn ook afgerond en die, zijn, die zien er hartstikke goed uit. Het mooiste onderzoek is, uh, komt uit. Scandinavië ergens, daar hebben ze mensen met zowel depressie als slapeloosheid, nou dat zijn de meeste mensen met een depressie, hebben ze gelood. De een mocht een behandeling voor depressie krijgen, cognitieve gedragsbehandeling, en de mm -hmm. andere een cognitieve gedragsbehandeling voor slapeloosheid. En dan aan het eind van de rit kijken, bij wie is de depressie weg en bij wie is de slapeloosheid weg. En dan nog later nog een keer kijken, wie is het best af. En dan zag je eigenlijk, het was net niet significant hoor, maar de mensen die de slapeloosheidsbehandeling kregen, die waren eigenlijk net wat beter af. En zitten jullie dan hier toch stiekem een beetje high fiving in het slaaplaboratorium, of is dat flauw? Nee, ik, daar daar ben ik zeker high fiving over. herkenning toch ook een het beetje. Het is herkenning ook. Ja. En ja. Er is, ik, het is ook nodig, want er is nog een strijd te voeren. Um, er is uh, op een gegeven moment door de overheid besloten dat uh, slaapmedicatie dat, dat is niet goed. Slaappillen die, die moet je niet geven, dus die halen we uit de ziektekostenverzekering, want er is een andere behandeling beter. En dan komt stap 2, die andere behandeling, die zetten we niet in de ziektekostenverzekering. Dus oh, ja. we besparen heel veel geld. Ja. Dat is jammer, want die andere behandeling wil je eigenlijk iedere slapeloze eerst geven. En hij werkt niet voor iedereen, maar de meeste slapelozen gaan er toch in de vastbelangen van slapen. Kun je, kun je iets meer zeggen over die relatie tussen die... Uh... Depressie of die somberheid en het slaapprobleem, daar zit dus kennelijk een soort emotieregulatie in je nachtrust. Ofzo. Ja, dat, dat is iets waar we de laatste jaren veel onderzoek naar hebben gedaan. Ja, eerst waren er al de statistieken. En, en ja, dan zie je dus dat slaap echt de belangrijkste risicofactor is. En zijn we echt gaan kijken van ja, hoe, hoe kan dat nou? Wat, wat gebeurt er dan uh, in het brein s'nachts? Waardoor. Stel, als je gewoon kijkt naar, naar iemand met een depressie. Zo'n hele sombere dag hebben jij en ik ook wel eens. Iedereen heeft het wel eens. Maar dan slaap je er een nachtje over. En dan de volgende dag, denk je. Pff, ja, waar maakte ik me nou gisteren eigenlijk zo? Dus er dus gebeurt. Als bij toverslag in die nacht ja. iets, is er ja. iets gebeurd. Waardoor iets. het in een keer gerelativeerd wordt. En, Dat is dus mooi, hè? Nou, daar. daar dan kun je allerlei soorten onderzoek doen op allerlei niveaus. Dus je kunt ook, ook dieronderzoek hoor. Er wordt, je kunt dieren stressen en dan kijken hoe is dat de volgende dag met die dieren. Als ze wel of niet slapen. En, nou, dan dus zie je eigenlijk dat er... Er worden over de nacht heen, dus tijdens dat je slaapt, gebeurt er heel veel. En vooral in remslaap. Remslaap is die, dat gedeelte van slaap waar je de meest levendige dromen hebt. Ja, er gebeuren allerlei dingen. Er is uh, een... Uh, Sommige hersengebieden die zijn eigenlijk net zo actief of nog actiever dan tijdens wakker zijn. En dat zijn bijvoorbeeld met name de gebieden die, die noemen we limbische gebieden en uh, salience gebieden. Dat zijn de gebieden die, die emotie regelen en, en ervoor zorgen. Ja, hoe alert je reageert op dingen. Maar die emoties, wat gebeurt daar dan mee? Die worden afgevlakt of die in nou ja, een zich. Wat, ge wat gebeurt er dan? emoties zijn als je daar. Uh, ja, ik, ben, ik heb een beetje een biologische bril op. Hè, maar emoties zijn ook contacten tussen zenuwcellen. Die, mm -hmm. hè, en zeker ook hoe je daar bij, een chemische hoe je je daarbij voelt, er daar komt een herinnering langs. Ja. En uh, als die herinnering dingen in je lijf trikert, bijvoorbeeld dat je hart sneller gaat slaan en je krijgt zweet in de handen en een knoop in je buik en een knik in de knieën, dan voelt die herinnering als emotioneel. Mm -hmm. En als je nou... En dat zijn gewoon verbindingen. Dat zijn echt verbindingen die dan als die, dat die herinnering, dat geheugenspoor langskomt, als het gelijk dat die hele... alles weer aanzet en je voelt je beroerd, lichamelijk, ja, dan, dan ben je weer van slag. Nou, dat is iets wat uh, dat hebben we ook ontdekt. En met ook heel, heel leuk, ook grappig onderzoek. We Wie, is dat dat karaoke onderzoek? Dat dat het karaoke ik zag onderzoek het voorbij van, komen. Ja. Ja. Jullie Laten mensen slapen ja. en zingen. Karaoke. Ja, ja, dus, wat is dat? Dus ik, ik zal het <laughs> zo vertellen, maar ik denk dat, ik denk dat het beste, beste voorbeeld is um, als je een heel naar ongeluk ziet gebeuren. Dus je komt bij een kruispunt, dan zie je een heel naar ongeluk gebeuren. De meeste mensen voelen dan ook knik in de knieën en een knoop in je buik en een droge mond. en uh, Het is echt uh, getsy. Mm -hmm. um, als je dat later op de dag vertelt aan iemand, dan uh, heb je een dikke kans dat je weer dat voelt erbij. Je lijf reageert alsof het eigenlijk nog een keer gebeurt. Precies. Nou. Als je dat, uh, uh, wat je daarvan wil onthouden, ook evolutionair gezien, is één, kruispunt is een link. moet je goed oppassen. Het heeft dus een functie. Ja. He, dus dat, dat, dat wil je niet vergeten. Dat wil je nooit vergeten. Je wil eigenlijk weten, kruispunten... Opletten, eh, hier opletten. komen apparaten met 120 Wat je wel meter. graag ja. wil vergeten is, als je bij een kruispunt komt, hè, dus die verbindingen die zorgen dat je dan knik in de knieën krijgt en knopen uh, knoop in je buik en zweet in de handen, want dan glipt het stuur misschien wel uit je handen. Dus dat wil je niet. Ah, dus je moet sommige dingen moet je wegpoetsen uit je herinneringen, namelijk die link met de, de, die, visi, uh, ja, die fysiologische reactie. En je moet iets anders moet je, ja, generaliseren en onthouden. Dus kruispunten zijn gevaarlijk. Dat wil je graag onthouden. Mm -hmm. En niet uh, ja, lichamelijk verslag. Maar dan is eigenlijk dezelfde vraag die ik net had. Ja. Hoe besluit je brein dan wat hij dan onthoudt en wat niet? Nou, er gebeurt iets. Uh, hoe, hoe dat precies gebeurt, weten we niet de details van. Maar we, zijn wel. we komen wel steeds meer in de buurt van wat, wa waarom en hoe dat dan gaat. Dat kan ook een verhaal. Kom. Kom, vertel. Komt-ie, die, die karaoke-verhaal. Nou, dat, dat, wij, wij gaven mensen stress. En uh, dat wilden we wel echt. Er is stress. niks zo stressvol als karaoke. Ja, ja. <laughs> ja wat, wat we deden is... we namen mensen hun, hun zingen op... met van die mooie, dikke koptelefoons. Dus ze hoorden zichzelf niet zingen. We gaven op die koptelefoon alleen de andere zangers terug. Die konden heel goed zingen en de muziek. We zeiden, nou, doe je best. hele langzame liedjes. Dat uh, is heel stroperig. En dan ga je vanzelf uit de tonen en uit de maat. En dat namen we op... En dan uh, zeiden we een week of twee weken later, als ze in de scanner lagen, zeiden we van oh ja, by the way, we zitten hier even naar je scans te kijken, maar we herinneren ons dat we ook, we hebben jouw zingen opgenomen. Dat willen we even samen gaan luisteren nu. Dus liggen mensen in de scanner ah? en dan horen ze hun eigen valse gezang. Ah. Nou en zweet, Wel je ja, dan, 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 dan krijg je dus ook een echt... dan voel je je gewoon beschaamd, uh, ja, embarrassed, je voelt je niet lekker. Het is ook vaak echt fysiek. Ja. Um, ja, ik krijg nu al klotsende oksels. Ja. Ja. Dus, dus heel uh, veel mensen kunnen uh, zich dat met plaatsvervangende schaamte voorstellen. Um, we wilden echt zo'n soort emotie hebben. En dat dus, meet je in die. Scan. En dan ga, zeg je oké, okay, en nu slapen. En nu slapen en uh, we, we, we deden het ook met opzet zo niet uh, kijk, nu zie je een plaatje van een pistool. En dat wordt vaak gedaan. Nou, nee, dat is, dat is niet. Nee, daar gaat het niet om bij emoties. Ja, dit is een mooi, dit is een muzikant. Ja, die smilt hier natuurlijk ook ja, van. Hè? En, en, okay. en, want het is ook geboren in de studio. Want ik kan me herinneren, zo is dat idee ook gekomen om het zo te doen. Als je een, een liedje aan het opnemen bent, zit je zo'n studio en alles staat hard. Alle 96 kanalen staan open en het klinkt allemaal fantastisch. Zeker s'avonds ben jij nog even aan het luisteren. En die technicus die heeft van die knopjes bij elk kanaal zitten. Die kan ze allemaal uitzetten behalve. Dat, één. Heet, dat heet solo. En als hij dan jouw backing vocals of jouw. Een gitaarlikje waarvan je dacht: van, Oh, dat is best wel mooi gespeeld. Als je dat in zijn eentje hoorde. Oh. Dus je kent hem, je kent de hem. He, dat gevoel, de ja. Reelingen. Dus okay, die dus mensen aan. moeten slapen. En dan krijgen we twee groepen: de mensen die goed slapen en de mensen die niet goed ja. hebben geslapen. Ja. Nou, wat je dan krijgt, is dat de volgende dag laten we dat weer horen aan mensen. En de goede slapers, daar zie je eigenlijk ook in het brein en ook in de subjectieve beleving. zeggen van Nou ja, ja, het is vals. Punt. Niet van: Oh jee, ik schaam me dood. Wauw. Terwijl de slechte slapers, daar zie je bij de gewone slechte slapers, zie je dat ze nog steeds zo van slag zijn als gisteren. Mm -hmm. Maar zijn er zijn ook hele slechte slapers en daar zie je het omgekeerde bij gebeuren. Dat ze nog meer van slag zijn. Dus wat slaap heeft gedaan, is eigenlijk het verkeerde. En zo beginnen we een beetje te begrijpen dat slecht slapen je ook kan voorbestemmen tot het ontwikkelen van... Niet kunnen kwijtraken van hele slechte emoties. Ja. Of het nou een angst is of een depressie. Kijk, en de dit helft. is dus de link. En, dit, en zo, kan, zo kan je dat patroon ontwikkelen van ja. slecht slapen. En dat gaat stapelen, dat gaat ja. stapelen, gaat opbouwen. Ja. Je hebt een. Jij ja, en ik hebben misschien eens een keer een sombere dag. Ja. En als je dan dat slecht slaapt. En ik heb misschien ja. ook nog een keer stress over dat slecht slaap. Je voelt je ja. ook nog eens een keer slecht omdat je je slecht voelt. Het gaat zich onderhouden ja. en je gaat weer een slechte nacht in. En ja, ja. voor de mechanismes komen we dan op, dat, op remslaap uit. Daar gebeuren hele bijzondere dingen met neurotransmitters die bepaalde niveaus hebben. En dat heeft dan weer invloed hoe, hoe je verbindingen tussen zenuwcellen wel en niet kan veranderen. En heeft dus slaapmedicatie dan effect op de kwaliteit van je slaap? Want dan zou ik zeggen, geef al die, de, die mensen, die 1 miljoen mensen die aan antidepressie van zitten, geef ze een slaappil. Ja, dat, dat is wel een beetje het ding. Kijk, slaappillen wil je liever niet geven, want ze zijn echt verslavend. Ja. Um, dus begin daar liever niet mee. Ga eerst voor die cognitieve gedragstherapie, voor insomnie. Maar daar moet ik ook bij zeggen, dat helpt niet voor iedereen afdoende. En dan wordt een beetje de handvraag, moet je dan heel rigide blijven bij, nee, je mag geen slaappil? Antidepressie was volgens mij ook moet niet helemaal. Moet je dan wachten tot iemand een depressie ontwikkelt? en Zeggen van nou slaappillen die, die mag je niet, maar antidepressiva die geven we wel. Snap je dat? Dat wordt een beetje schemerig. Ik denk dat wat we vooral moeten doen is zorgen de twee dingen: zorgen dat iedereen die slecht slaapt, wel gewoon voorgoed die cognitieve gedragsbehandeling voor insomnie kan krijgen. Om mm -hmm. het in ieder geval een beetje beter te krijgen. Uh, dat heeft ook echt effect op uh, de, het risico om, om depressie te ontwikkelen. Dat hebben we ook net in onderzoek uh, gevonden. Ze dus gaat er ook een lobbyist in jou nu ineens. Nou ja, heel erg hoor. Want ik zie. Maar dat kijk, komt ook kijk, kijk, natuurlijk dan een keer erbij. Dat ja, maar, schept natuurlijk ook een bepaalde kijk, kijk. drang van. Jongens, we, ja. moeten hier, we hebben iets in handen. Ik, ik denk, de mensen die wij zien, die, die slapelozen. Uh, die, zijn, die hebben vaak al zo leidensweg achter de rug. Die hebben verschillende artsen gezien. Die ze ja. zeggen: van... Ja, mevrouw, wij, als wij alle stukjes slaap optellen. dan komen we op uh, zeven uur en een kwartier. En dat is heel normaal. Dus u heeft niets. En ja, die, die hele meting die daar gebeurt is zo. Je gaat er zo van uit dat we weten hoe we goede slaap moeten meten. En dat, dat weten we nauwelijks. En heel veel dingen kunnen we helemaal niet meten met zo'n EEG-elektrode. Hm. Dus uh, ja, die mensen zijn er dus vaak echt slecht aan toe. En uh, ja, het steekt me dan heel erg dat ze de, als we een behandeling hebben die wat doet... dat we ze niet kunnen geven. En ja, toch ook wel dat het... Het onderzoek naar slapeloosheid is zo slecht gefinancierd. Dat is ook een beetje onderdeel waarom mijn dagen vroeg beginnen en laat eindigen. Dat ik het gewoon niet kan verkroppen dat, het, eh, dat heel veel mensen slecht slapen nog steeds zien als een symptoom van depressie. Of eh, dus iets wat aan het einde is. Eind het is de wachten zit. tot Eus kan aantonen dat depressie een symptoom is van slecht slapen. Dat is het, Ja. Ik wil straks meer weten over dromen. Eerst even naar de rubriek Vraag het Swaap. Elke uh, uitzending, elke aflevering van deze podcast uh, laat ik een uh, luisteraar een uh, vraag stellen aan uh, Dick Swaap. Eva Zwart wil het volgende van Dick weten. Uh, hi Dick, je hebt onderzoek gedaan naar het verschil in het hetero en homoseksualiteit. Is dat verschil te zien in het brein? En hoe verklaar je dat de LHBTI, en daar komen we allemaal letterlijk achteraan, community lijkt te groeien? Is je geaardheid aangeboren of juist verworven? En waarom is er nu zo'n diversiteit? Is dit evolutie van de hersenen? Dit is wat dik zei. Als je kijkt naar mensen die homoseksueel zijn of heteroseksueel, dan zitten verschillen op verschillende gebieden in de hersenen, in de grootte van hersengebieden, in de uh, connecties die ze maken. Dat is waarschijnlijk de basis voor uh, het feit dat je geïnteresseerd bent in hetzelfde geslacht of in het andere geslacht. Ze komen tot stand onder invloed van de variatie, de variatie die we allemaal hebben in alles. De mensen verschillen in alles wat betreft hun hersenfuncties. En die variatie in de uiterste noemen we psychiatrie. Maar daartussenin zit uh, ja, mensen die heel groot, goed en gewoon kunnen functioneren, maar variaties hebben. En die variaties die, uh, zijn de motor geweest van de evolutie. Dat ik denk, dat is mijn mening, dat de evolutie voor ons. En voor ons brein is uh, gestopt, daar kunnen we het over hebben. Maar uh, die variatie hebben we nog. En die variatie zit ook in onze genderidentiteit. Dus of we ons man of vrouw voelen. Je kunt je man voelen, je kunt je vrouw voelen en alles daartussenin ook. En het zit ook in onze seksuele oriëntatie. Dus of je op het uh, een andere geslacht valt of hetzelfde geslacht of daartussenin. Je bent beide geslachten. Die variatie is dus de basis voor de hele gemeenschap die nou zo in de belangstelling staat, dan wordt er gedacht dat uh, dat iets nieuws is, maar het is niet iets nieuws. Het was gewoon niet geaccepteerd en daardoor was het onder de raden. Niemand wist dat. En toen ik in China begon te werken, toen uh, werd mij ook gezegd dat homoseksualiteit iets was van een decadente Westen. Dat kwam niet voor in China. En het is nu het percentage met homoseksuele uh, mensen is net zoals als in het Westen, omdat het meer geaccepteerd is. Dus het hangt er maar vanaf of je het uh, accepteert. En als je het accepteert, dan zie je het meer komen. En dat geldt ook voor uh, transseksualiteit, waarbij transseksualiteit als fenomeen geaccepteerd is langzamerhand hier in Nederland. En als het geaccepteerd wordt, dan komen ook al die mensen die er ergens tussenin zitten, die komen ook naar boven. Er zijn mensen die alleen hun borsten kwijt willen, of mensen die alleen maar cross-tressen willen. En dus alles wat hier tussenin zit, dat, uh, dat, dat komt ook naar boven. En dan wordt er gezegd, dat is nieuw. Nee, het is niet nieuw. Het is altijd zo geweest. En eens per jaar komt er iemand bij me en die zegt, en dit jaar ga ik van geslacht veranderen. Hij is nu 67 en ik denk niet dat het ooit zal gebeuren. Hij zit in het midden. Hij is daarop gezet in, in zijn vroege ontwikkeling op basis van de genetica en de vroege ontwikkeling. Het zijn allemaal dingen die voor de geboorte voor je bepaald worden. En uh, daar moet je de rest van je leven mee doen. Ik hoop dat uh, Eva tevreden is met het antwoord. Ik moest toch een beetje aan jou denken. Uh, kun je ook uh, in je DNA opgeslagen hebben. of je een goede slaap hebt? Kun je, kun je talent hebben voor slapen? Ja, je kunt uh, absoluut. Je, dat, dat, dat heb ik in samenwerking met Danielle Postema's team uh, uh, aangetoond. Uh, kijk, we wisten al uit, uit tweelingenonderzoek dat. Uh, ja, er is gewoon erfelijkheid bij slecht slapen. Als je uit een slecht slapend nest komt, dan is de kans groot dat je ook een slechte slaper gaat worden ergens in je leven. En samen met Danielle Postema hebben we dan gezien dat, dat ja, daar kun je ook echt genen voor vinden. Als daar bepaalde varianten in zitten, dan, ja, dan ofwel dat duwt je richting goede slapen. En dus dan ben je weerbaar tegen slapeloosheid. Of de andere kant, dat je kwetsbaar hm? bent om slapelozer te worden. Kan het in bepaalde communities een functie hebben om niet te. dat je slecht nou, slaapt tussen is, hebt zitten? Ja, ik heb, ik heb er wel eens heel grappend over, over gezegd. van ja, als. De, hè, want iets wat zo vervelend is, waarom zou dat in het DNA blijven zitten? Ja. Waarom sorteert zich dat <laughs> niet uit? Uh, en uh, daar heb ik wel eens over nagedacht. En als je je voorstelt, hè, in, in stammen en overleven, en hoe het vroeger was en slapen vroeger. Kijk, we gaan nu allemaal de slaapkamer in en, en uh, de gordijntjes veilig. Veilig in baksteentjes. Maar zo is niet ge, geslapen. En, en bij hele primitieve stammen heb je nog wel, zijn er nog wel observaties van hoe mensen dan waarschijnlijk ook in de oudheid geslapen hebben. En dat is gewoon met een heleboel bij elkaar. Uh, en bij een vuurtje. En uh, ja, dan. Wat er vaak ook nog wel werd gebeurd, is dat met bladeren werd dan, dan wat, wat, wat de rook van dat vuurtje zo omgeleid dat het langs die lichaam stroomde. Dus niet echt lekker gezond, niet de frisse lucht. Maar, maar dat dan, hield de parasiet op een afstand. Maar als er dan eentje slecht slaapt. Dat is wel de held van de dag. Ja, precies. Als Kijk, je die beer ziet aankomen. Da, 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 dat is het idee <laughs> dat als je mensen hebt die dan, dan makkelijk de nacht doorkomen, wakker zijn of snel wakker worden bij het kraken van een takje. Ja, ja dan heb je als stam heb je wel een voordeel. Dus die mensen wil je altijd die bij. Die willen er wel bij hebben. Ja. Ja. <laughs> en daar ben je maar mooi klaar mee. Of het, joh. Of het verhaal klopt, uh, dat, dat weet ik niet. Maar het is, het is in ieder geval is het wel een leuk verhaal. En uh, ja, het is in ieder geval zo dat je dus aanleg kan hebben om slecht te slapen. Wat is dromen nou eigenlijk? Bij dromen... Of is het een vraag waarvan je eerst moet gaan zeggen... ik weet het niet, ik weet het niet. En dat er dan toch een verhaal komt dat je nee, ziek en wel een beetje nee, weet. Nee, dromen is, uh, is wel iets fascinerends. Vroeger dachten we dat dromen alleen in remslaap voorkwam. Maar dat is eigenlijk alleen maar vanwege het verkeerd stellen van de vraag. Dus als je vraagt, heb je gedroomd? Dan zeggen mensen vooral naar remslaap, wakker maken, dat ze dat hebben gedaan. Maar als je aan mensen vraagt, wat ging er in je hoofd om? Dan zie je eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt wanneer je mensen wakker maakt. Ook uit andere slaapstadia. Nou, wat, er gaat dus veel in je hoofd om. Als je mensen wakker maakt, dan is twee van de drie keer, zeggen ze, er ging iets in mijn hoofd om. En um, ja, wat er bij dromen gebeurt, is, is uh, je, je brein is dan echt in een, een beetje in een vreemde toestand. Dus de, de voorkant van je hersenen, dat is, een soort, ja, dat is de, de controller, die zegt van dit mag wel en dit mag niet. Die, die veel dingen remt. Die doet het dan niet zo goed. Dus alles wat langskomt, het brein wordt... Min of meer random geactiveerd. Dan komt uit lagere structuren, komen er prikkels binnen. Daar maak je gewoon inhoud van. En dat wordt allemaal aan elkaar vastgeknoopt, alsof dat allemaal maar kan. Daarom zijn dromen vaak zo heel vreemd, fluide. Dat ja, iemand kan overgaan in iemand anders. Je bent ergens en dan ben je weer ergens anders. Dingen kunnen zomaar. Toch is het vaak wel het een doen. soort coherent verhaal ook al. Ja, ja maar dat, is, dat hoort ook wel een beetje bij het, bij het brein. Dat je het brein maakt, coherente verhalen. Dromen blinde mensen ook? Blinde mensen dromen ook, ja. Op dezelfde manier als Robin, we waarop ik droom? Ja, dat is heel moeilijk, denk ik, aan elkaar uit te leggen, maar ze, ze hebben gewoon dromen. En, en, op de manier ja. waarop ze ook normaal gesproken met hun brein ik, omgaan, zo ja. Ik denk ook, ook, kijk, blinde mensen fantaseren ook, denken ook na, dus, ja, En ze dromen ook wat dromen, dromen, ja. ja. Ik, ik las ook dat sommige mensen in zwart-wit dromen. Ja, dus, uh, ik, ik, ja, ik zit nu tegenover jou, dus ik, ik vraag het allemaal maar. Ja, er zijn allemaal van die observaties die je kan doen. Maar van heel veel van deze dingen weet ik niet wat er dan van overblijft... als je dat echt gaat uitzoeken. Ja. Je hebt ook lucide dromen. Dat dus je goed, er een beetje uh, bij bent of zo. Dat je invloed hebt op je ja, droom. Ja, lucide droom is zo'n voorbeeld. Dat, dat hou ik wel een beetje bij de literatuur erover. Want het klinkt natuurlijk heel blitz dat je, je eigen droom kan aansturen. En als je dan ziet... Dat is het idee van ik droom, ik slaap gewoon verder en ondertussen kan ik mijn droom bijstellen. Maar als je dan ziet het onderzoek, dan zie je dat mensen dromen en dan kunnen ze hun droom bijstellen. Dan kunnen ze dat ook aangeven door met hun ogen te bewegen. Dat kunnen we dan zien, kunnen we meten. En dan daarna gaan ze helemaal niet verder slapen. Daarna zijn ze wakker. En ik denk dan, oh dan zijn ze vast ergens halverwege tussen dromen en wakker zijn. Mm, ja. En dat kennen we ook van een slaapstoornis, bijvoorbeeld narcolepsie. Die mensen kunnen tegelijkertijd in de droom slapen gaan en wakker zijn. Wow. Dus ja, er zijn heel veel dingen over, over slaapzwart-wit dromen. En waarvan ik denk van ja, oké, okay, misschien gebeurt het allemaal wel eens. Maar ik, ik zou er niet te veel onderzoekstijd en geld aan willen. En als steden. ik je vraag, waarom dromen we nou eigenlijk? Ik denk dat er tijdens remslaap heel veel kan gebeuren in het brein. Dus voornamelijk het veranderen van verbindingen tussen. Zenuwcellen. En dan tijdens remslaap vooral verbindingen die de connectie leggen tussen. zeg maar koude feiten, zoals een kruispunt is gevaarlijk. Mm -hmm. en de lichamelijke respons, echt de emotionele. Ja, uh, spanningsrespons. Uh, dat je daar van alles en nog wat in, in kan veranderen. En dat dat gepaard kan gaan met. ja, vreemde waarnemingen, beelden, denken. Ja, dat is. Voor mij is dat meer een beetje een epifenomeen. Wel heel mooi hoor, maar niet dat je door te denken dan dat er allerlei dingen gebeuren. Dit programma heet Master the Mind. Welk deel van het brein hoop jij ooit nog eens te masteren? Ja, daar geef ik een heel lullig antwoord op. Want. Kijk, delen van het brein, dat is voor mij een oude hebt van die, van die poppetjes van uh, ja, dat dat geeft van die breinen, zie je, zie, zie die breinen. Van dan zit voorin je wiskundeknobbel en achterin je mm -hmm. gitaarspeelknobbel... En, en noem maar op. En ik geloof daar niet in. Uh, alles wat ik heb uh, geleerd tot nu toe en gezien over het brein, dat is, het zijn zulke mooie complexe netwerken. En alles wat doet, alsof je op het ene stukje brein het ene doet en het andere. Het andere ik geloof daar niet in. Ik denk dat er wel stukjes hersenen gespecialiseerd kunnen zijn in iets. Maar het begrijpen van het netwerk, wat zorgt dat je goed slaapt, ja. en dat je over de nacht heen je ellende kan opruimen. Dat wil ik heel graag doorgronden. Je wil het, het doorgronden het proces. Ja. Ja. En hoe een, uh, hoe een, uh, een, 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 een muzikant een, een hit schrijft of een riff op een gitaar, waar dat nou vandaan komt. Ja. Heb je al... daar een beetje een idee nou, over. Het, het is heel grappig dat, dat heel veel mensen hebben, uh, ook toen ik studeerde, al gezegd: van... Oh, oh, jij, wat jij zou moeten doen, is muziekwetenschapper worden. En het grappige is dat ik dat nou heel erg juist niet wilde. Kijk we de magie in maken. Ja, het maken van muziek en het ervaren van, ja, dat is eigenlijk altijd zo gegaan. Niet alleen in de scene hoor. Dan, als een liedje begint, dan is het eerst een beetje, ja, het is een beetje kneuterig. Ik, eh, het is, ja, ik weet het begin van Blauw en iedereen van de wereld, nog, dan eh, komt thee met een rifje. aan en dat is zo boerenpolka en ik vind ja, 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 ja de teksten, ja, zeker. Maar, en dan ga je daarmee aan de slag en dan. Ja, dan ga je eigenlijk de randjes opzoeken van wat je eigenlijk mag doen binnen een akkoord of binnen een ritme. En dan zie je vaak dat aan die randjes, ja, dan plotseling hoor je iets en denk je van dit is het. Dit is het. Dit maakt het liedje echt een drone waar mensen dan voor gaan. Mooi, hè? En dat ja, daar kan ik zo van genieten als je dat ontdekt. En dat is iets, ja, dat ik wil je gewoon ervaren. Ik hoef niet, dat niet te weten hoe dat zit. Dankjewel Eus van Zomeren. Luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug en je hoort het. Het is zeer de moeite waard over creativiteit bijvoorbeeld met Dick Swaap, over de Hessenbank met de Inge Huitinga of over camera's die aan het brein gekoppeld worden om blinden weer te laten zien. Ga je voor naar marsdemarkt.nl.